Goedendag, ik ben Elmer Veldkamp. In dit videocollege gaan we kijken hoe op basis van de berichtgeving in de Zuid-Koreaanse media, hoe in de afgelopen maanden is omgegaan met de uitbraak van het coronavirus al daar en hoe dat de dagelijkse wandelgangen van de Zuid-Koreaanse bevolking heeft beïnvloed. In de Nederlandse berichtgeving over de corona-aanpak in Zuid-Korea wordt met name de rol van technologie benadrukt. Zoals bekend is die aanpak gekenmerkt door veel testen en digitaal contactonderzoek van COVID-19 patiënten, waarmee potentiële besmettingen en risicogebieden in kaart gebracht worden. Ook worden deze gangen in detail beschikbaar gemaakt aan het publiek, zodat iemand kan weten of in een bepaald gebied mogelijk een verhoogde kans op aanwezigheid van het virus is. Voor meer over dit beleid verwijs ik naar het college van Seong Jang in deze serie. Er is in Korea geen lockdown afgekondigd. Er zijn ten tijde van het opnemen van dit college 240 mensen overleden en de laatste week is het aantal nieuwe slachtoffers tot nul gedaald. De nieuwste berichten wijzen op nul nieuwe besmettingen. In Nederland is herhaaldelijk gesteld dat de Zuid-Koreaanse aanpak alleen daar werkt omdat de mensen collectivistisch zijn ingesteld en goed luisteren naar de regering vanwege de confucianistische inslag daar. Hierdoor zou deze aanpak voor Nederland nauwelijks van praktisch nut zijn. De beperkingen van deze interpretatie zijn duidelijk en worden behandeld in andere delen van deze collegeserie. De Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft in tv-interviews bijvoorbeeld ook al aangegeven dat verschillende traumatische gebeurtenissen in de afgelopen jaren voorbereidingen op een grootschalige ramp of epidemie hebben aangewakkerd en dat dit de aanpak versneld heeft. Wat kunnen we dan doen om deze beeldvorming over Korea bij te stellen en meer inhoud te geven aan het succes van de Zuid-Koreaanse aanpak van het coronavirus? Hiervoor is een meer integrale blik nodig op de uitwerking van de genomen maatregelen in het dagelijks leven. Kortom, op welke manieren haken de maatregelen in op reeds bestaande gedragspatronen en hoe intensief is men ermee bezig? En tot slot natuurlijk, wat voor lessen kunnen er uit het Zuid-Koreaanse voorbeeld worden getrokken? Ten eerste is daar de praktijk van het afstand nemen en desinfecteren. Nu zien we dit hier in Nederland ook, en dan met name bij karretjes van supermarkten en andere winkels. Maar de intensiteit waarmee allerhande zaken met regelmaat worden ontsmet in Zuid-Korea is vele malen hoger. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Bij het binnengaan van een stadhuis is het bijvoorbeeld verplicht om een masker te dragen, de handen te ontsmetten en de temperatuur wordt opgemeten met een camera. Ik zie de foto hier links, boven. Bij locaties als dagopvang voor kinderen, maar ook bij bedrijven wordt tijdens de lunch gegeten met de gezichten dezelfde kant op, het zogenaamde eten naar de muur toe, om zo het contact tussen kinderen of tussen medewerkers te verminderen. De foto hier in het midden laat een wc-deur zien van een bijscholingsinstituut in Seoul, en die wc-deur is voorzien van een nummerslot om te zorgen dat alleen medewerkers er gebruik van kunnen maken. Voorheen was het ook voor bezoekers mogelijk om samen gebruik te maken van dit toilet. Vervolgens komen we bij het ontsmetten zelf. Op veel plekken is handgel beschikbaar en zo wordt bijvoorbeeld in de foto rechtsboven na iedere les het lokaal van een Engelse taalschool helemaal ontsmet voor de volgende groep. Verder moeten leerlingen om en om zitten in een lokaal dat met grote precisie social distancing proof is gemaakt. Tijdens een interview met een teamleider bij een bijscholingsinstituut gaf zij aan dat de constante noodzaak tot ontsmetting echt als een soort oorlogssituatie wordt aangevoeld. Kortom, men is constant op de hoede voor de gevaren van besmetting. Hetzelfde gebeurt in de publieke ruimte. In de publieke ruimte worden liftknoppen beplakt met antibacteriële folie, neemt men afstand en men raakt bepaalde oppervlakken zo min mogelijk aan, zoals hier bijvoorbeeld de leuning van een roltrap. Het vervoersbedrijf in Seoul doet via deze poster rechts vriendelijk toch dringend het verzoek om over een ontsmettende mat te lopen, alvorens de metro te betreden. Hier is natuurlijk ook een aanzienlijke hoeveelheid ontsmettingsmiddel voor nodig. Bepaalde gemeenten of stadsbesturen stellen daarom dat
ontsmettingsmiddel ter beschikking aan burgers. Dit initiatief is met name van belang voor plekken waar vaak en veel ontsmet moet worden, zoals kantoortjes van appartementencomplexen, markten, privébijscholingsinstituten, zoals ik net heb laten zien, en meer van dat soort locaties. De Zuid-Koreaanse aanpak laat zich ook kenmerken door een alomtegenwoordigheid van informatie, verduidelijking van maatregelen en herinnering aan de richtlijnen die van kracht zijn. Deze poster en dit screenshot van een smartphone herhalen de regeringsrichtlijnen. Met name gaat het hier over social distancing. Maar andere posters geven bijvoorbeeld ook uitleg over beleid. Zoals deze poster die vertelt hoe financiële steun kan worden aangevraagd. En dat is een punt waar ik zo nog iets over zal zeggen. Posters en spandoeken doen ook geregeld een beroep op solidariteit. Zoals hier deze foto rechts in de metro van Seoul, waar onder andere Hou vol Korea of Sterkte Korea staat afgedrukt. De poster links heeft eenzelfde boodschap en is door een overheidsbureau aan een gebouw opgehangen. Verder wordt ook nog ingespeeld op de aanwezigheid van mensen die geen Koreaans kunnen lezen. Dat is bijvoorbeeld te zien op deze posters, die zowel in het Koreaans als in het Engels en als in het Chinees zijn aangeplakt. Vanuit de overheid wordt deze transparantie ook nagestreefd, omdat bij de crisis in eerdere jaren juist het gebrek aan communicatie hetgeen was dat het vertrouwen in de regering heeft doen dalen en daarmee de medewerkingsbereidheid van de bevolking. Ook in Nederland lijken gezichtsmaskers een symbool te gaan worden van deze coronacrisis. Het gebruik van gezichtsmaskers is in Korea al langer een gewoonte, bijvoorbeeld om jezelf te beschermen tegen fijnstof, tegen pollen of tegen kou. Nadat de Zuid-Koreaanse regering eerst China had geholpen door maskers te sturen bij de uitbraak van het coronavirus in Wuhan, zijn daarna potentiële tekorten beheersbaar gemaakt door een rantsoenensysteem. Dit is vanaf 9 maart ingesteld. Zo is de weekdag dat men maskers kan kopen verbonden aan het laatste cijfer van het geboortejaar en kon men eerst 2 en nu 3 maskers per persoon per week halen. Dit systeem gebruikt het persoonlijke registratiesysteem voor medicijnen bij apotheken om te zorgen dat er geen dubbele aankopen plaatsvinden. Op de verpakking van deze officiële gezichtsmaskers staat nogmaals het rantsoneringssysteem uitgelegd, inclusief de regels voor het ophalen van maskers voor minderjarigen en hulpbehoevende ouderen. Interessant om te vermelden is dat in tegenstelling tot wat in Nederland gevreesd wordt, het dragen van gezichtsmaskers in Korea niet verbonden is aan schijnveiligheid. Integendeel, het dragen van een gezichtsmasker geeft juist aan dat er een speciale situatie is en dat er afstand geboden is. De maskers creëren als het ware een symbolische afstand die door veel mensen gelezen wordt. Deze interpretatie door een ambtenaar bij het stadhuis, wat ik zo even liet zien, geeft ook aan dat gezichtsmaskers behalve een rationele, ook een emotionele of symbolische rol kunnen vervullen. Zuid-Korea is een land waar lang al de bestel- en bezorgservice zeer algemeen verspreid is. En we gaan nu eens kijken naar het doen van inkopen. Door het vele gebruik van deze bestel- en bezorgservices is de precisie waarmee je een bestelling kunt laten brengen, soms tot op een plek in een park waar je aan het picknicken bent bijvoorbeeld, heeft gezorgd dat, de Zuid-Koreaanse bevolking zichzelf soms met enige trots het bezorgende volk noemt. Dit is een aspect dat bijvoorbeeld ook in moderne museumtentoonstellingen over Korea voorkomt. En er is een grote bezorgservice op het moment die met dezelfde naam, dus het bezorgende volk, nu tijdens de crisis goede zaken doet. Van Koreanen hoor je verder dat het bestelgemak ook een echte uitkomst is geweest in het kopen van dagelijkse spullen zonder daarvoor naar een winkel te hoeven gaan. Met de risico's op besmetting en dergelijke. Verder zijn in navolging van de innovatieve drive-thru teststations er en der ook drive-thru winkels en markten verschenen. Hier rechtsonder staan bijvoorbeeld een drive-thru boek- en speelgoeduitleen. Maar in het merendeel van de gevallen gaat het om de verkoop van lokale producten, die normaal gesproken op de nu gesloten markten zouden verschijnen.
Met deze acties, waarbij gelimiteerde oplagen van een bepaald lokaal product worden aangeboden, wordt vaak ook een groter publiek dan de directe regio bereikt. En daarmee kunnen weer meer producten verkocht worden. Zo wordt de lokale economie ondersteund, maar ook de producerende agrariërs. Ter ondersteuning van de bevolking tijdens de coronacrisis wordt ook regionaal geld uitgegeven. Dit zijn waardebonnen waarmee in de buurt levensbenodigdheden kunnen worden aangeschaft. De toelagen of de coupons die men krijgt zijn alleen voor lokaal gebruik bestemd en burgers krijgen een lijst met winkels waar ze hun inkopen kunnen doen. Het spreadsheet hier aan de linkerkant laat bijvoorbeeld restaurants zien, een slager, een snoepwinkel, supermarkten, bloemenwinkels, pizza, dierenwinkels, noedelshops, wasserettes en dergelijke. Zo worden de kosten voor burgers ondersteund, maar regelt men ook dat er inkomen naar lokale ondernemers toestroomt, bijvoorbeeld in plaats van naar centrale landelijke postorderbedrijven. De toelage varieert, maar schommelt tussen de 2.000 en de 4.000 won, hetgeen neerkomt op 150 tot 300 euro. Over de economische aspecten van de crisis kunt u meer horen in de bijdrage van collega Chris Green in deze collegeserie. Wat de vermeende volgzaamheid van het Zuid-Koreaanse volk betreft, kan worden gezegd dat de alomtegenwoordigheid van het beleid in het alledaagse leven, zoals hiervoor geschetst, in ieder geval zorg heeft gedragen voor een hoog bewustzijn bij veel mensen van de ernst van de zaak. Dat wil alleen niet zeggen dat iedereen zich netjes gedraagt. Integendeel, het overgrote deel van de besmettingen in Zuid-Korea vond plaats via de Shincheonji megakerk, die vertakkingen heeft over het gehele land en slechts na aandringen de schuld van het onvoorzichtig omgaan met de quarantainemaatregelen op zich nam. Hoewel veel kerken een manier zochten om de verplichte afstand tussen mensen te waarborgen, zijn hierna zelfs tot en met Pasen nog bepaalde kerken actief geweest. Iets waar bijvoorbeeld de Sarangjae-kerk, de eerste liefdekerk in Seoul, nog mee in het nieuws kwam. In Busan was een verpleegster en haar vader positief bevonden, patiënt 128 en 129. Maar zij liepen nog 9 dagen rond na de eerste symptomen en bezochten onder andere een paasdienst, waarbij ze met rond de 1200 mensen contact hadden. Hierop zijn dan ook bijna 1000 tests uitgevoerd om te kijken of er geen besmettingen waren. De eerste arrestatie voor het niet opvolgen van verplichte quarantaine na een positieve test kwam van een man van 66 die uit het buitenland was teruggekeerd en zich onder vals adres en telefoonnummer onvindbaar had gemaakt om vervolgens een restaurant en een sauna te bezoeken met alle potentiële besmettingen van dien. Een andere positief geteste man die zich in het resort van de Pyeongchang Winterspelen moest afzonderen, werd gesnapt op een tochtje naar de convenience store voor een pak sigaretten. Er is wel iets te zeggen over de berichtgeving in Koreaanse media met betrekking tot volgzaamheid en het bewustzijn van risico's. Inwoners van Zuid-Korea die zich niet aan de regels houden zijn voornamelijk relatief gezonde jongeren die uitgaan om te drinken of naar clubs gaan. Van de Zuid-Koreanen die uit het buitenland terugkeerden vanwege de crisis, zijn het vaker de meer kwetsbare ouderen die om deze reden het nieuws halen. Het lijkt er daarom op dat de mensen die permanent in Zuid-Korea wonen zich meer bewust zijn van de risico's en aanzienlijk voorzichtiger zijn. Dit kan door de intensieve aanwezigheid van maatregelen in het dagelijks leven komen. En het is dus goed mogelijk dat zij die dit hebben moeten missen door verblijf in het buitenland, ook om die reden dus een dergelijk bewustzijn missen. Ondanks het feit dat er dus wel degelijk mensen zijn en groepen die zich niet zomaar laten inlijven in de regeringsrichtlijnen, lijkt het er wel op dat juist het geheel aan maatregelen van testen en volgen van patiënten via voorlichting en frequente ontsmetting tot aan de ondersteuning van de bevolking robuust genoeg is geweest om de eerste corona-uitbraak weer de kop in te drukken. De maatregelen zijn nu per 27 april versoepeld. En de regering heeft nieuwe regels voor alledaagse quarantaine of alledaagse preventie uitgevaardigd. Aan de andere kant zullen positief geteste patiënten die hun verplichte quarantaine schenden, nu een GPS-armband krijgen. Indien ze deze weigeren, worden de kosten voor de quarantaine voor eigen rekening. De basisscholen en universiteiten zijn eindelijk weer open, zij het online. En men maakt zich zorgen om de leerlingen in klas 3 van de middle school en high school, die beide belangrijke examens moeten doen, die
die in aanzienlijke mate hun academische voortgang en levensloop bepalen. Anders dan in Nederland kan het Zuid-Koreaanse systeem eigenlijk niet zonder die examens, waarmee de rang wordt bepaald van de high school of universiteit waar je naartoe komt. Er wordt blijvend een beroep gedaan op de medewerking van de bevolking en het is ook voor Zuid-Korea nu afwachten of het aantal besmettingen na de versoepeling van de maatregelen stabiel blijft of dat er onverhoopt toch een tweede golf besmettingen zal gaan plaatsvinden. Als voorlopige conclusies kunnen we stellen dat het Zuid-Koreaanse succes in omgang met de coronacrisis voor een groot deel is gebaseerd op voorbereiding en paraatheid door de ervaringen met eerdere noodsituaties. Dit is iets dat in Nederland natuurlijk niet aan de orde is geweest. Verder wordt op meerdere fronten helderheid nagestreefd, zijn voorzieningen getroffen om de bevolking te ondersteunen en zijn de getroffen maatregelen overal aanwezig en zichtbaar in het dagelijks leven. De track-and-trace-strategie voor patiënten, gekenmerkt door het gebruik van high-tech en het gebruik van persoonlijke gegevens en privacy, is een essentieel instrument in de bestrijding van het coronavirus in Zuid-Korea. Maar dit zou waarschijnlijk niet zo effectief zijn geweest zonder samenwerking met de intensieve dagelijkse praktijk en een continue en verhoogd bewustzijn van de risico's die het coronavirus met zich meebrengt. Iets dat ver staat van hersenloze volgzaamheid. In dit college is gekeken naar de impact van het coronavirus en de maatregelen daartegen op het dagelijks leven in Zuid-Korea. Het spreekt voor zich dat dit korte college niet alles kan behandelen. Daarom zijn vragen of suggesties voor onderwerpen ter verdieping van harte welkom. Bedankt voor uw aandacht en ik wens u heel veel gezondheid.